Beatle-fans. Ik maak open van die. Er is veel meer dan we weten. Er is veel meer dan je achterstevoren op platen kunt horen en vage kreten en mensen die geld hebben gekregen om niet te praten. Er is veel meer dan we weten. Er is veel meer dan Lonely Hearts ondersteboven en de hand en het hoofd en de blote poten over Abbey Road. Er is veel meer dan we weten. Paul is dood en het is één grote grap van Lennon en Co. En ik dacht altijd, die vent is geniaal, maar gestoord is misschien een beter woord. Voor een man die zijn vrouw en beste vrienden slaat en ondertussen met elk scharrel dat hij krijgen kan naar bed toe gaat. En die vrouw, na veel te veel ontrouw op een laffe manier verlaat voor een Japanse bitch. En tegelijkertijd liedjes over liefde en vrede op aarde maakt. Terwijl hij niet of nauwelijks met zijn eigen zoon omgaat. Als muzikant mag hij dan een legende zijn. Als mens was Lennon gewoon een lul.